So we zijn op de DSB autobus, regionale autobus. We gaan proberen. Ik zie iemand aankomen. So, daar is meneer Teendaal. Oh, meneer Teendaal. Ja, goedemorgen. Ja. Hoe is het met u? I go. Zo, meneer Teendaal, dit is al de tweede regionale... Regionale autobeurs, ja. Ja, het is de tweede DSB regionale autobeurs. Wat is dat precies? Nou, de naam, als ik vanuit moet gaan, de naam zegt het zo een beetje. Is een regionale beurs waarbij we dan dealers van een bepaalde regio dan een platform geven, een forum bieden om hun leukste modelvoertuigen in principe een tentoon te stellen. Waarom doen jullie dit? Waarom? Kijkt u, dit alles vloeit voort uit onze eerste grote autobeurs die we vorig jaar oktober hebben gehouden. Dat was op het terrein van het hoofdgebouw van de Surinaamse Bank, waarbij de grote dealers toen zijn geaccommodeerd. Dan praten we over dealers als SCMC, Fernandes, HJ Motors, dealers met hun eigen brand. Ja? En daarna, dus na die beurs, is in principe de roep ontstaan en hebben de overige dealers gevraagd van hey, wanneer komen wij aan de beurt. Dus dat heeft ons aan het denken gezet en nou, natuurlijk dan ga je huiswerk maken. En op een gegeven moment zijn we op dit idee gekomen waarbij we gekozen hebben voor een regionale beurs. Reden waarom regionaal? De uitdaging is ontzettend groot om een groot aantal dealers bij elkaar te halen. En ja, dan praten we over 20 zoveel dealers bij elkaar. De ruimte was sowieso een probleem. Dus vandaar dat we hebben gedacht van als we hem dan een beetje splitsen per regio, dan hebben we dan toch nog aan het eind, hebben we dan toch een aantal dealers de gelegenheid gegeven om hun voertuigen te showen. Dus en om zo een platform te geven, ja. En wie doen er dit keer mee? We hebben MN Cars, we hebben Camtas Motors, we hebben 3 Stars, we hebben Powerful Automotive, we hebben CMS Japan Car Sales en we hebben Sager Car Palace / Bagus Car. Yeah. Mooi. Het is... Dus we klagen allemaal over de crisis en zo, maar het is wel aardig druk hier hoor. Oh jawel, je merkt wel dat de behoefte er is. Er is wel, als we mogen praten van een crisis, laten we dan dat woord vasthouden. Maar je merkt wel van dat er wel een behoefte is om een goed vervoer te hebben uiteindelijk.
ja, gezien, ja, als je kijkt wat er allemaal gebeurt in onze in het openbaar vervoer of met het openbaar vervoer, dan denk je wel van een eigen vervoer zou ja, toch heel veel meer perspectieven bieden. Weet je, een bepaalde rust, zeker om je van punt A naar B te verplaatsen. Ja. En wanneer die mensen en DSB, het gebeurt allemaal op DSB-locaties natuurlijk, en dat is niet zomaar. Ja, nee, klopt. Dus het is een DSB-event. Dus vandaar dat we hem altijd op een DSB-locatie zullen houden. Ja, toch om iets meer de nadruk op te kunnen leggen. Ja. Moeten mensen, de vorige keer waren mensen heel erg voorbereid gekomen, allerlei papiertjes meegenomen. Ja, klopt. Klopt, dat is ook deze keer het geval, waarbij de klanten dan hun werkgeversverklaring meenemen, de laatste 3 loonslips, een geldig rijbewijs, ja toch, en dan kunnen ze daar hier komen om hun voertuig uit te zoeken. Hebben ze iets gevonden, nou, dan vindt de verdere processing plaats, er wordt een calculatie voor de klant gemaakt en wanneer dat ook de pre-beoordeling heeft plaatsgevonden en het is goed bevonden, dat vindt dan de verdere processing plaats en dat is in het gebouw zelf, waar we ook een aantal collega's hebben die ready steady zitten om de klant dan van dienst te zijn. Wat is jullie aflossingsrente? Het percentage dat gekoppeld is aan de beurs is 16%. Dat is echt een scherp percentage. En verder komt de klant ook in aanmerking voor een fuelkaart van 1000 SRD indien de deal uiteindelijk beklonken wordt. Ja. Oké, maar is hier niet te klein? Ik bedoel, daar is het gebouw, ja. Hier zijn die auto's. Ja. Ik zie niet dat er hier 5. Oké, hier hebben we, dit is het parkeerterrein zelf van de bank, gekoppeld aan het gebouw, dus het hoofdgebouw. Maar we hebben ook op onze achterparkeer, dat is het parkeerterrein aangrenzend, dus grenzend aan de Rio de Janeiro-straat, hebben we ook ingericht. Dus daar hebben we ook 3 dealers. Oh, laten we gaan kijken. Ja, dan kunnen we misschien ook daar een kijkje nemen. Ja. Ja. Hier heb ik mijn collega Ernie. Zij is degene waarmee ik nauw samenwerk. De andere die is er toevallig niet, maar zij kan ook misschien wat toevoegen aan het geheel. Jullie hebben het extra druk vandaag, no? Ja, dat klopt. Hele mooie dag. Mensen zijn echt afgekomen op de uitnodiging. Geweldig. En eigenlijk voor de resterende tijd dat er nog is, wil ik nog 2 uurtjes dat de mensen uitnodigen om langs te komen. De dealers hebben hele mooie deals. En het slaat goed aan, ja. Tot hoe laat is het vandaag? Tot 2 uur. We zijn er tot 2 uur, yes. Ja. Okay. En hoe laat is het nu al? 11:45, ja. Oh, nog 2 uurtjes over. Oh, laten we snel naar de overkant gaan. Het voordeel van deze beurs is van dat je gelijk 6 dealers bij elkaar hebt. De klant hoeft niet op en neer te gaan rijden om van dealer A naar B te gaan. Je hebt alles on the spot. Dat maakt hem een stuk makkelijker. We hebben gedacht aan alle actoren binnen een autofinanciering. Dus we denken aan de bank, de verzekeringsmaatschappijen, die zijn ook erbij gekomen. Dat is het verschil met de eerste beurs, want daar hadden ze dan, waren ze er nog niet bij. Maar we hebben Fatum en Self-Reliance fysiek op de beurs. Assuria doet ook wel mee aan de beurs, maar die hebben een andersoortige deelname. Ze zijn niet fysiek aanwezig, maar ze hebben wel een mooie deal met alle 6 dealers gesloten. En die kunnen dan het voordeel dan verder aan de klant doorverkopen. Oké. Ja. En blijft het bij deze of zal het nog eentje zijn? Nog een beurs? Ja, dus na vandaag, dan zitten we volgende maand. Dat is om exact te zijn 20 juli.
zitten we op kantoor Maratrette. Daar hebben wij onze derde, tevens laatste regionale autobeurs. En daarna zullen we dat evalueren om te kijken als we hem dan continueren in deze setting. Of toch misschien iets groter aanpakken. Ja. En dan komt natuurlijk weer die beurs voor die grote jongens? Klopt, die hebben we tentatief gepland ook weer eind oktober. Het laatste kwartaal van het jaar. En dan hebben we dan weer de grote jongens met een eigen brand. En de klap op de vuurpijl moet worden de elektrische voertuigen. Dus die ook hun intrede hebben gedaan in Suriname. Dus die willen we dan sowieso ook erbij halen. Dus ik denk dat dat ook iets moois zal gaan worden. Goed. Ja. Goed, dan gaan we de livestream hier afsluiten. Dus de mensen hebben nog 2 uurtjes om te komen kijken. Ja, dus we willen hierbij alle klanten een uitnodigen. Ben je DSB-klant of niet, u bent van harte welkom. Ja, en voor ieder denk ik dat er iets te halen valt. Dus ik zou zeggen... De inruilmogelijkheden die de dealers bieden. Ja. Dus als u uw auto, huidige voertuig zou willen inruilen, dat kan als aanbetaling dienen. En voor de rest kunnen we ook zorgen. DSB is er, we zijn er voor u, de dealers zijn er. Komen jullie tot 2 uur. Ja. Yes. Oké, dankjewel. Oké. Dat was meneer Teendaal en dat was... Ernie Ramin at Monadi. Ernie. Oké. Oké. Dankjewel voor het kijken. Yes. Goed. Dan was dat het, hè? Een mini-autobeurs op het terrein van de DSB. Het is aan deze kant minder druk. Maar het aanbod is nog even groot. Wat voor bus is dit? Toyota Esquire. Nog een keer? Toyota Esquire. Oké. Jawel. Het leek, ik dacht dat het leek op een Noah. Jawel. Het is bijna hetzelfde als een Noah, maar sport uitvoering toch? Sportvelgen, mislaan, alles compleet toch? Jawel. Kan ik even binnen kijken? Jawel. Dat lijkt echt op een Fox die in een Noah. Leather zit alles. Leather seat. Jawel. Kijk, door slijtuur. En hoeveel kost zo'n? Deze is 14,5 US. Bouwjaar? 2015. Nice. Nice. Jawel. En hoeveel mag ik aanbetalen? Vanaf 15%. Ja. En waar is deze bus te vinden? Quata Bagus 407. Jawel. Mooi. Mooie bus. Nice, hoor. Heel erg nice. De geur van nieuwe auto. Zo, het is wel druk met mensen die al een deal hebben gesloten en bezig zijn af te sluiten. Ja. Ben je dat zo? Dat is wel goed.
Meneer Adesh Bagu van Bagus. Car Palace en van NV Sagar Car Palace. Zijn twee bedrijven. Oh. Ja, ja. Okay. Doet u voor het eerst mee aan deze beurs? Ja, ik denk dat we voor het eerst meedoen aan deze. Wat vindt u daarvan? Maar leuk, je vindt het een heel mooi idee. Ja, goed. Veel mensen bezoeken zo'n beurs. Het is echt goed hoor, voor de klanten en zo. Ook voor ons als bedrijf. Weet je wel, je ziet dat er steeds mooiere auto's komen naar Suriname. Maar het is een heel goed idee. Ik vind het prima van de DSB Bank, weet je. Dat ze een beurs organiseren. En ja, die financieringsmogelijkheden zijn ook makkelijker geworden voor de klanten. Met heel soepele financieringsmogelijkheden. Vroeger was het heel moeilijk om auto te kopen, maar nu zie je dat er de mensen meer mogelijkheden hebben, maar ja, met weinig een auto kunnen kopen, weet je. En je hebt ook die looptijd, langere looptijden. Volgens mijn ervaring, als 25 jaar verkoop ik auto's. Bagus is 25 jaar bestaan en we hebben 4-5 filialen nu. Eigenlijk de grootste van de Suriname in vergelijking met Yokohama. En we zijn trots met onze auto's. Je ziet die auto's in één conditie, auction grade voor auto's. Dat wil zeggen, alle auto's zijn weinig gereden en heel goede conditie. Mensen kunnen 10 jaar rijden. Ja. Het wordt wel aardig druk op die beurs, heb ik gemerkt. Ja. Nou, op dit moment zijn er niet zoveel mensen. En, maar er is toch crisis. Je zou het bijna niet merken, hè? Er is ook crisis, maar ja, je moet ook berekenen. Mensen werken nu harder dan vroeger, weet je. Die creëren meer mogelijkheden. En je ziet dat het nu anders is, weet je. Kijk, overal heb je crisis en over de hele wereld. Je ziet dat mensen pinaren, er komt en zo. Maar we moeten ervoor samen bundelen, eenheid vormen in het land. In Suriname en samen alles weer op reden zetten. Het is een crisis, maar nu zie je dat het aan de betere kant komt. Deze regering heeft, weet je, zijn best gedaan om alles weer op reden te brengen, weet je. De hele economie is niet stabiel. En we hopen dat het na een aantal jaren weer heel goed gaat met Suriname. Weet je? En je ziet die verkoop van auto's gaan heel goed nu. Ja, ook arme mensen kunnen auto's kopen, ja, middelklasse en zo. Dus ik ben echt trots met deze regering, waarmee ze bezig zijn. En ik zeg van, laat ze doorgaan met hun beleid. Weet je? Echt trots. En je ziet dat die rust is gekomen in Suriname. Ja, op macro even niet. We moeten proberen ook micro, ja, dat ding op te lossen. Weet je? En dat gaat alleen maar wanneer alle Surinamers samen gaan bundelen en samen gaan werken met elkaar. Ja? Ja? Goed. Dat was meneer Bagu van Bagus Car Center. Okay. We gaan even verder kijken. Oké, heel hartelijk dank. Ja? Ik zag een auto wegrijden. Is die verkocht? Of was het een proefrit? Nee, is verkocht. Die herrie is verkocht, net ja. We hebben ook een fiets verkocht, ja. Ja, dat is maar een klein deel van Bagus. Je moet zelf onze bedrijven bezoeken, dan gaat je zien hoe groot Bagus is. Met bijna 100 werknemers. Oké, dankjewel. Abong is goed, yes. Zo, voor meneer Bagus gaat het gesmeerd, dus twee auto's verkocht vandaag. Een Harrier en een Fiets, zegt hij. En dit zijn de jongens van Powerful Automotive. En zij hebben wat luxe auto's. Een Mazda CX-5. En wat is dit? Een RAV of een wat? Een Toyota Harrier. Een Harrier. Oké, ook nog een Harrier.
Zo, we mogen in die luxe auto kijken. Woi. Oké, dat ziet er heel duur uit. Er is een coupe hier. Een Audi coupe. Hoeveel kost die Harrier? 24. Vandaag is het 24. 1000 euro of dollars? Dollars. En normaal is die? 24,59. Oké, goed. Dat is niet goedkoop. En die coupe. Audi coupe. Nice. Oké, laten we weer oversteken. Hier is het niet zo druk. Of het is minder druk geworden. Dit is DSB Quatta. Trouwens. Er worden deals gesloten. Of deals zijn afgesloten daar. Een hybride auto. Interesting. En dat is een Honda. Een Honda Hybrid. Oh, laten we kijken of we iemand kunnen vinden die ons meer daarover kan vertellen. Zo, Renato gaat me meer vertellen over die hybride auto van MN's Car Center. Ay, Renato, vertel. Wat is er zo bijzonder hieraan? Een hele goede middag natuurlijk. En thanks voor het interview. Hier hebben we dus een hybrid. Hij rijdt dus op batterij en op benzine. Dus heel zuinig natuurlijk. Zijn verbranding is ook heel zuinig. En ja, je ziet het, is een Honda. Het is een hele mooi model, 2015. Verder zou ik zeggen, loop even langs, aangezien we toch live zijn. We zijn er nog 2 uurtjes. Hier op de hoek van de Quattaweg en de Washingtonstraat. Ook de bekende Kernkampweg, als mensen het niet begrijpen. Zou ik zeggen, loop even langs. That's it. En hoeveel kost deze particular model? Ik moet dat even pakken, want omdat mijn taak vandaag een beetje was ook filmen en vastleggen. Dus laat maar dat ik heb wel... Dus ik was, eigenlijk had ik een beetje een andere taak, maar momentje hoor, ik haal het zo voor. En dan kunnen we dan ook praten over de... Dat is voor 16.000 met een mooie afbetaling in samenwerking met de DSB Bank. Kan je dus niet alleen vandaag nog in aanmerking komen, maar ook nog 2 weken hierna. Kan je in aanmerking komen voor deze mooie Honda hybrid auto bij MN Car Center. Oké. Een hybride zou ons wel goed uitkomen. Zeker, zeker. Je hebt keuze. Iedereen houdt van opties. Ja toch? Is dit de enige hybride die MN in het voorraad heeft? Nee, we hebben ook nog andere modellen. Dus daarom zeg ik de mensen, dit is alvast een voorproefje. En als je meer wil zien, kom je gewoon lekker langs aan de Quattaweghoek Belladonnastraat. En daar hebben we een ruimere assortiment aan auto's en everything. Abo. Super, hartstikke bedankt. Thank you. En ook fijn werken, ja? Yes. Prettig werken. Hai. Zo, een hybride zou wel goed zijn voor de meeste mensen, hè? En is very stylish. Nice, hoor. Een auto die rijdt op olie en batterijen. Dan hoef je je hoofd niet meer te breken in de file, hè? Want in de file zien we hoe die olie zakt. Maar hiermee hoeft dat niet. Oké, ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. Oké, dus dit is de tweede DSB regionale autobeurs. Een autobeurs voor de autodealers in de buurt. Yes, very happy people. Er is dus wel grote behoefte aan zulke dingen, hè? Mini-beurzen, mini-autobeurzen. De mogelijkheden checken bij de bank, in dit geval de DSB-bank. En direct afhandelen. Gebruik maken van de deals. Mooi. Dan gaan we afronden hier.